Eerst ben ik begonnen met het aanpassen van een poortmotor, waarop de hoofdslede gemonteerd is. Deze wordt dan even getest. Alles oké. Een cd-speler wordt aangepast om hem van op afstand te kunnen bedienen. De kist en de tombe zelf zijn gemaakt uit isomer van 4 cm dik. Het deksel gaat open met een servomotor. De binnenbekleding wordt aangebracht om Michael zacht te laten liggen. De kist wordt geschilderd en het skelet komt op zijn plaats. En de lichtflitsen worden getest. De tombe zelf komt rond de kist en is geschilderd in imitatie blauwe hardsteen. Hier wordt het rookkanon getest. Het hart van het ganse systeem is een timer voor de lichteffecten, een timer voor het rookkanon en een PLC logo timer om gans het systeem te sturen. De timers en cd-speler worden manueel gestart van op afstand met een drukknop.